Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland. Op een enkele plek is er ruimte voor wat opklaringen. En die ruimte voor opklaringen wordt in het westen van het land geleidelijk groter. Hier en daar kan ook nog een spatje regen vallen, maar de hoeveelheden stellen niet veel voor. En vanochtend liggen de temperaturen rond de graad of 15. De wind waait matig uit het noordwesten, wordt vanmiddag iets minder krachtig, vooral in de kustgebieden, en draait dan naar een westelijke richting. Het wordt 17 tot maximaal 20 graden en de zon krijgt geleidelijk wat meer ruimte, vooral in het westen en noorden van het land. In de avond breiden de opklaringen zich uit, gaat de winter ook verder uit en gaat de temperatuur omlaag. Vannacht daalt het kwik plaatselijk tot onder de 10 graden. Dan morgen dan beginnen we met zonneschijn en temperaturen die oplopen naar 17 tot 22 graden. Maar de bewolking neemt in de loop van de dag toe en dan gaat de regen vallen, wind stevig uit het zuidwesten langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Die neerslag is vrijdag alweer voorbij. Dat is een meest droge dag met de meeste zon in de ochtend en 21 tot 23 graden. Zaterdag zou het plaatselijk zelfs 25 graden kunnen worden. Dan neemt in de loop van de dag een kans op een bui toe. Maar dat is het waarschijnlijk pas eind de avond. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl